heb een hele mooie vraag binnengekregen in de community van het Weer een Blij Kind platform. En die wil ik graag met jullie delen, omdat die voor heel veel hoogsensitieve mensen en kinderen belangrijk kan zijn. Nou, er werd gevraagd, vaak wordt gezegd dat hoogsensitiviteit een kracht is. Soms, als ik ergens erg van geniet, denk ik yes. Maar vaak ervaar ik het nog als een last en vind ik het lastig mijn grenzen te accepteren en te respecteren. Ik ben zo benieuwd hoe anderen dan in de praktijk van alle dag ervaren. Ook bij de kinderen, als ze bijvoorbeeld weer met hoofdpijn uit school komen, of het eten vies vinden, of niet van een feestje kunnen genieten, omdat het geluid te hard is. Ervaren jullie hoogsensitiviteit meer als kracht? En in welke situaties dan? Of toch ook wel eens als een last? Ja, een hele mooie vraag die ik ook echt herken bij mezelf. Want als ik kijk naar mezelf, heb ik vroeger hoogsensitiviteit ook echt als een last ervaren. Ik vond het zo erg dat ik zo emotioneel kon reageren en dat ik gevoelig was voor dingen. Ik kon niet eens naar een tekenfilm kijken, want dan vond ik het al zo spannend als er een dier doodging of wat dan ook. En dan beelden de tranen over mijn wangen en dacht ik, oh, dit is zo zielig. En hoe vaak ik ook een tekenfilm weer opnieuw bekeek, het bleef iedere keer weer een emotioneel stukje. En ook dat ik gevoelig reageerde op anderen. Dat ik perfectionistisch was, dat ik heel erg bezig was om alles maar goed te doen. En ja, goed over te komen voor mijn omgeving, oftewel de rejection sensitivity, gevoelig voor afwijzing. Dus dat ik steeds keek van hoe kom ik over, wat vinden mensen van mij, word ik wel aardig gevonden. Dus ja, hoogsensitiviteit was voor mij vroeger ook echt een last. Maar inmiddels is dat wel veranderd. En dat heeft er vooral mee te maken omdat ik op 3 onderdelen enorm ben gaan inzetten. En dat zijn de 3 Z's die ik altijd noem. En dat is zelfacceptatie, zelfzorg en zelfcompassie. En deze 3, als je daarmee aan de slag gaat met je hoogsensitiviteit en alles wat daarmee samenhangt, ja, geven die veel meer rust. En bijvoorbeeld als je kijkt naar zelfcompassie, dus lief zijn voor jezelf, ja, dan zit hem dat echt in niet zo streng zijn voor jezelf. Dus weet je, als ik kijk naar vroeger met mijn hoogsensitiviteit, wat ik vertelde over de tekenfilms waar ik heel veel last van had en dat ik emotioneel was en dat ik eigenlijk helemaal geen stoere series of films kon kijken, ja, dan vond ik mezelf er niet bij horen. Ik was anders. Als ik dan een slaapfeestje had bijvoorbeeld en ik ging met vriendinnen een bepaalde film kijken en dan wilden ze horror kijken, ja, echt, ik wist gewoon eigenlijk dat ik dat niet moest doen. Ik kon daar niet tegen. Sowieso tijdens het moment zelf al, maar zeker daarna, vanwege mijn diepgaande verwerking van hoogsensitiviteit, ja, kon ik daar gewoon dagen of weken of zelfs maanden of jaren last van hebben. Dus dan was het eigenlijk beter om gewoon nee te zeggen. Maar ja, dat durfde ik dan niet. Dus ja, wat deed ik dan? Achter een kussen mezelf verschuilen en af en toe even kijken en dat. Maar ja, die nacht sliep ik dan weer niet. Ik had er last van, ik was prikkelbaar. Dus ja, ik heb inmiddels wel geleerd om gewoon te zeggen wie ik ben, waar ik voor sta, hoe mijn HSP-brein werkt en gewoon lief zijn voor mezelf. Dus ik weet gewoon in bepaalde situaties dat ik ergens last van ga krijgen als ik niet goed voor mezelf zorg. En die zelfzorg is bijvoorbeeld ook zorgen dat ik niet steeds overprikkeld raak. Nou ben ik de extraverte HSP'er en we kunnen ongeveer zeggen dat, nou ja, laten we zeggen 20% de extraverte HSP'er is en 80% de introverte. Nou, de introverte HSP'er, die voelt vaak heel goed aan wanneer het te veel wordt. En die zal zich eerder terugtrekken, een rustig plekje zoeken of even niet meer willen spelen of afspreken. Maar de extraverte HSP'er, ja, die gaat soms wel eens over grenzen. Want ik heb bijvoorbeeld mijn prikkels nodig om me goed te voelen. Dus ik heb ook een hele volle werkdag. Ik ben van 's morgens tot 's avonds laat bezig. Ik heb enorm veel energie. Mensen vragen zich ook altijd af, Monique, hoe kun jij als HSP'er zoveel doen en zoveel energie hebben? Ja, waarom? Omdat ik die prikkels nodig heb. Ik heb afwisseling nodig. Ik heb gewoon indrukken nodig. Gewoon dingen die me net even uit mijn comfortzone sturen. Dat is wat ik nodig heb. Maar de valkuil daarvan is dat ik als extraverte HSP'er snel in ieder geval echt wel over mijn grenzen heen kan gaan. Dus ik heb
echt nodig om voor mezelf te zorgen, die zelfzorg. Dus dat wil zeggen van het is prima om een volle dag te hebben. Het is prima om nieuwe dingen te ontdekken en te doen. Maar zorg dat er ook ruimte is voor rust, voor stilte, voor meditatie, voor ademhaling, voor sport, voor andere dingen waar ik lekker van kan genieten. En dat was bij mij wel eens zoek. En dan ervaarde ik hoogsensitiviteit als een last, omdat ik dan weer overprikkeld was. Dus ik probeer nu mijn werkdag zo in te plannen dat er ook momenten van ontspanning tussen zitten. Voor mijn idee nog te weinig, dus ik mag daar nog meer aan gaan werken om die in te zetten. Dus ik ben ook aan het kijken van, hey, wanneer werk ik het beste? Wanneer ben ik het meest fit? Is dat in de ochtend voor mij? Of is dat in de avond? Of juist in de middag? En ik ben nu wel aan het ontdekken dat ik in de ochtend me beter kan focussen. En dat ook het sporten beter gaat in de ochtend. Terwijl ik heel mijn leven altijd in de avond heb gesport. Ook nu heb ik mijn yoga en mijn dansen en mijn fitness in de avond staan. Maar ik merk, dan heb ik al een hele dag erop zitten. Heb ik me volledig gegeven tijdens mijn coachtrajecten. En op dat moment ga ik daarna nog sporten en heb ik eigenlijk geen energie meer om ook echt vol daar te gaan. Dus dan lig ik bij de yoga enorm te geeuwen. Bij het dansen denk ik, ik wil eigenlijk naar huis, terwijl ik het dansen helemaal geweldig vind. Maar ik ben moe. En bij de fitness op donderdagavond, als ik dan ga, dan heb ik vaak al zoiets, kan ik niet afzeggen en dan wil ik eigenlijk niet meer. Dus ik ben gaan kijken van, oké, wat zijn nou de momenten waarop het goed voelt voor mij? En ik heb ervaren dat dus de ochtend goed is om dus te focussen en te werken aan mijn bedrijf en aan mezelf. Dus ja, ik ben mijn rooster nu aan het omdraaien dat de ochtenden voor mezelf zijn. Dus en voor mijn business en voor mezelf om rust te nemen. Een stukje persoonlijke ontwikkeling te pakken door trainingen te volgen, door boeken te lezen. En door te gaan sporten, mediteren en dat soort dingen. En dan in de middag kan ik al mijn coachtrajecten zetten. Begin van de avond ook nog. En dan wil ik dus ervoor gaan zorgen dat ik niet meer elke avond tot 10:30, 10:30 op mijn kantoor zit. Wat ik met alle liefde doe, omdat ik het werk gewoon geweldig vind. Maar ook gewoon thuis kan zijn en daar nog even rust kan nemen en mijn brein even een momentje kan geven van ontspanning. Dus dit is hoe ik zelf ook in ontwikkeling ben en dat ik zorg voor die zelfzorg en die zelfcompassie. En de derde is zelfacceptatie. Als ik nadenken over mezelf, hoe ik mezelf vroeger zag. Ik was nooit tevreden met wie ik was, hoe ik eruit zag. Ik vond mezelf te dik, terwijl ik echt enorm mager was toen. Ik vond mezelf anders dan anderen. En dat ik paste niet binnen een groep. Dus ik wilde echt zorgen dat ik binnen die groepen paste. Maar nu ben ik heel erg blij dat ik juist net out of the box kan denken. En dat ik net op het randje kan laveren. En dat ik totaal iemand anders ben. Ik wil niet één van de mensen zijn. Van de velen. Maar vroeger wilde ik dat dus wel. Omdat ik als kind heel onzeker was. En dacht, ik wil erbij horen. En ze vinden me alleen maar leuk en aardig als ik hetzelfde ben. Nou, dat heb ik gelukkig overboord kunnen gooien. En soms heb ik echt nog wel eens dat ik denk, die rejection sensitivity van, gevoelig voor afwijzing. Wat vinden ze van me? Maar dat is dan even zo'n split second en dan is het weg. Dus zelfacceptatie is echt oké zijn met wie je helemaal bent. Zowel je uiterlijk, maar ook je innerlijk. En ook al die lastige kanten van hoogsensitiviteit. Weet je, ik zie echt de meerwaarde van hoogsensitiviteit. Ik kan dus echt genieten van als hier een intake is op kantoor. En twee ouders en een kind bij mij binnenwandelen en ik eigenlijk in 5 minuten al weet en voel wat dit kind nodig heeft. Maar ook deze ouders. Dat zou ik niet kunnen als ik niet hoogsensitief was. Dus doordat ik mensen zo enorm goed aanvoel en tegenwoordig ook steeds meer op intuïtie leef, kan ik de gezinnen ook beter helpen. Kan ik elk kind ook beter helpen. Want ik kan me verplaatsen in het kind. En zeker in die hoogsensitieve kinderen. Dus ja, dat is echt wel een voordeel voor mij, wat ik nu steeds meer kan inzetten. Dus vanuit niet-zelfacceptatie ben ik echt al doorgegroeid naar zelfacceptatie. Dus als jij hoogsensitief bent, als volwassene, of je hebt een hoogsensitief kind, ga dan echt kijken naar die 3 Z's. Dus die zelfacceptatie, zelfzorg en zelfcompassie. Waar kunnen jullie nog extra in groeien? Waar merk je dat je aan het saboteren bent en dat je
heel streng voor jezelf bent. Waar merk je dat je niet goed voor jezelf zorgt? Diep van binnen zit er een stemmetje wat echt wel weet dat je meer rust moet nemen. Of dat je ook echt mag genieten van even momenten niets doen. Dat is nu iets wat ik nu bedenk. Ja, echt, dat kon ik jaren niet. En eerlijk, ik heb er nog een beetje last van. Alleen, ik dwing mezelf om het wel te doen. En dat is bijvoorbeeld inderdaad die rust nemen en even niks doen. Ik was altijd bezig met van alles en nog wat. En als ik even ging liggen op de bank of buiten in het zonnetje, dan had ik al het gevoel dat ik bezig moest zijn. Dus dan moest ik of een boek gaan lezen, of ik moest een podcast gaan luisteren, of ik moest nadenken over mijn bedrijf of wat dan ook. Dus ik was altijd mijn gedachten en mijn brein aan het vullen met extra informatie. Terwijl mijn vriend bijvoorbeeld, die kan gewoon gaan liggen en niets doen. Die kan gewoon een powernap nemen en dan gewoon gaan liggen en gewoon relaxen en daar niet schuldig over voelen. Terwijl ik bijvoorbeeld, als ik dan even ga liggen, denk van, ik zou eigenlijk in het huishouden nog dingen moeten doen. Ik zou eigenlijk nog even een boek kunnen lezen. Ja, ik moet me nuttig maken. Maar weet je, zelfzorg, dus even niets doen, zorgt dat ik op andere momenten heel nuttig kan zijn. Dat ik juist met volledige aandacht kan coachen. Dat ik ook echt, wanneer ik gesprekken heb met anderen, er volledig kan zijn. En niet in gedachten nog met allerlei andere dingen bezig ben. Dus inmiddels draait dit wel om en weet ik dat deze 3 sets heel belangrijk zijn. Dus deze vraag die ik op het platform kreeg in de community, ja, was echt een hele mooie. En 1 iemand antwoordde daar ook alweer op van, nou, onze kids ervaren het nu ook vooral als last. Omdat ze nu meer door belemmerd worden. Ze zijn sneller moe bijvoorbeeld. Maar daarom hoop ik ook door de training bij Monique dat ze meer krachten van gaan inzien. En soms ervaren ze die al. Bijvoorbeeld bij mooie muziek of de natuur. Nou, hoe mooi is dat? Dat je gewoon al ziet dat kinderen kunnen gaan genieten. En dat ze de hoogsensitiviteit meer als kracht kunnen gaan zien. In plaats van dus die belemmering. Dus als die last, zeg maar. Ja, mocht je nu denken van, hey, die community, dat platform, dat Weer een Blij Kind platform. Dat zou wel eens iets voor mij kunnen zijn. Kijk dan in ieder geval op onze website www.weerenblijkind.com. Daar vind je rechtsbovenin een rood knopje met platform en community. En daar vind je heel veel informatie over dit platform. Want hoe mooi is het dat je elke dag gewoon je vraag kan stellen waar je tegenaan loopt. En dat je van mij en van de andere leden op het platform gewoon een reactie krijgt. En dat die ook ervaringen kunnen delen en voorbeelden kunnen geven, maar ook tips. Want weet je, samen kunnen we van elkaar leren. Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Ja, ik heb erover gestudeerd en ja, ik ben ervaringsdeskundige omdat ik zelf hoogsensitief ben. En ja, ik coach al 10 jaar in mijn praktijk en ben 15 jaar leerkracht geweest. Dus ik weet echt wel waar ik over praat. Maar ook ik leer nog dagelijks, wekelijks, jaarlijks nieuwe dingen bij. Omdat er zoveel mogelijk is en omdat ieder mens uniek is en anders reageert op hoogsensitiviteit. Dus dit platform en deze community is echt enorm waardevol om daar je vragen te delen, je kwetsbaar op te mogen stellen en gewoon heel veel te weten te komen over hoogsensitiviteit. Dus neem zeker een kijkje op de website www.weerenblijkind.com bij het kopje platform en community. En dan, wie weet, ga ik jou ook in de community welkom heten. Zodat jij jouw vragen en alle dingen waar je tegenaan loopt kunt delen. En ik je met alle liefde verder help.